Welkom bij de Rotterdam Surprise. Ik mocht voor Nationale Nederlanden een kunstwerk maken. Die zal ik straks onthullen hier achter mij. En ik heb ook nog een persoonlijke onthulling. Dus vandaag is de dag dat ik mijn coming out doe. Super spannend. Ik wil ook iedereen bedanken en mij heel veel steun en support heeft gegeven. Want ik denk dat ik het heel lastig had gevonden als ik dat niet had gevoeld. 3, 2, 1. Mijn coming out betekent dat ik behalve mannen ook op vrouwen val. Ik ben heel erg opgelucht. Oh, enorm bevrijdend. Dat was echt heel erg top. Ja, we zijn hier vandaag niet alleen om Lakshmi een podium te geven, maar ook om er te zijn voor alle anderen. En NS Partner van Rotterdam Pride, omdat het gewoon een heel belangrijk evenement is om te zorgen voor meer verandering. En het leuke daarbij is dat we ook collega's hebben uit verschillende landen van NS, zoals Japan, Spanje en Polen. Wat jouw Pride ook is, onze support heb je. I feel supported by NN. Because I know that I can be myself in my job every day. Pride, het betekent het recht om te kunnen zijn wie je wil zijn. Gewoon om te laten zien wie ik ben en zijn wie ik wil zijn eigenlijk. Liefde, dat is wat Pride echt voor mij betekent, liefde. Nu voel ik echt wel de liefde en de support om me heen. En ik merk dat dat enorm belangrijk is, ondersteunend en ook heel krachtig kan werken.